Hey. Ja? Ja? Nee? Ja. In deze aflevering van Humble Heroes een wel een hele bijzondere held. Een man die al 50 jaar lang de dienst uitmaakt op het jazzgebied van Nederland. Een man die zijn stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van de jazzmuziek. Een man die nog steeds drumt, nog steeds heel veel energie heeft. En we hebben het over John Engels. We hebben hem zojuist zien spelen. John, welkom. Ja, dat is Aan Kersbergen op de bas. En Caro Bollet op de piano en Jan van Duyckere op trompet. John, vertel eens. Ik goeie zie vogels, hè? Ongelooflijke goede vogels. En luister eens. Ik geloof dat jij stilzitten is bij jou niet de vraag. Je bent altijd aan het bewegen, altijd aan het drukken. Dat doe ik inderdaad, bewegen. Of ik zit stil en beweeg ik nog. Als je stil zit, beweeg je nog? Beweeg ik nog. Hey, en luister eens, je had het, ooit heb je tegen mij gezegd dat jij echt als drummer van ballads houdt. Ik ben een balladfreak, ja. Hoe kan dat? Je zou toch verwachten dat eigenlijk een drummer van alles en nog wat up-tempo swing... Ja, maar, kijk, weet je wat namelijk... Als je, ja, ballen, voor mij wat body en zo... Je zingt of in je hoofd. Ik zing altijd, als ik speel, dan moet ik namelijk... de liedjes, het gaat om de liedjes... Daarom zeg ik tegen een heleboel vogels wel eens. Die zit ik een ballad, wil ik spelen. Ja, dit of dat. Dat noem ik een ballad, noem maar op. Maar dan gaan ze 100.000 noten te spelen. Nee, zo werkt dat niet. Dat is niet negatief bedoeld hoor, want die jongens weten. Zeg, weet je wel waar het liedje over gaat? Dan moet je eens de tekst gaan leren. Het gaat om het verhaal. Ik vind altijd dat wat je ook doet, je moet een verhaal vertellen. Als ik een liedje speel, dan ja, speel ik gewoon... Wat is straks al? Di-di-da. Do-pa-do-pa-di-di-di-di-da. Ka-ta-ta-ta-di-da-da-da-da. Ka-pa-ta-ta-ta-da. Ja. Ik wil liedjes altijd spelen. Ik denk als een blazer. Of als een blazer. Of iemand die saxofoon speelt. Of iemand die bas speelt of zo. Want dat vind ik bassisten zijn voor mij het belangrijkste wat er is. Want wij zijn de bodem van het orkest. Wij liggen eronder. En we moeten die mensen een lift geven. Ja. En John, we hadden van tevoren afgesproken tijdens het eten dat we mochten tutoyeren. Over het vegen met die kwasten. Je hebt het over het vertellen van muziek, het vertellen van verhalen. Ja. Hoe is dat bij jou ontstaan? Want je was al heel jong toen je begon met spelen. Wanneer kwam dat vertellen van verhalen, muzikale verhalen, echt naar voren bij jou? Dat heeft zich langzaam ontwikkeld. Mijn vader was een verschrikkelijk goede drummer ook. En mijn vaders broer. En die zijn zoon en mijn jongste zusje die speelt. En ik heb nog twee broers die spelen allemaal. Maar gewoon autodidacten. Ik heb namelijk nooit... mijn vader wil helemaal geen les geven. Die vond het allemaal maar niks in die hele muziekwereld. En toen ben ik het huis uitgegaan toen ik heel jong was. Ja. En wat is met Robbie Tichelaar heb ik gewoond bij zijn oma. Kijk. Ja, en hij was het einde, joh. En daar speelde ik ook mee. Ja. En je bent altijd blijven spelen ook. Hè? Ja, ook ik ben altijd energie. Blijven spelen. Ja, nee, en voor mij als je thuis zit, kijk je ook heel veel naar jazzconcerten. En ja, ik ging altijd naar concerten. Ik mocht met mijn vader mee naar Ellington ben ik geweest en zo. En een Basie zegt, er zat Sonny Peemeyer op die ketels. Daar hou je niet voor mogelijk, joh. en zo ging het maar door. En ik kan me nog heel goed herinneren, ik geloof 52, Jazz at the Philharmonic. Dat was met Max Roach. Lester Young. Die schuiven het zo over de buren heen. En Ella Fitzgerald. En dan mocht ik met mijn vader mee naar Ella. Handje zo. Geven en zo toestanden. Maar wat mij ontzettend opviel, dat was Max Roach en Hank Jones. Het touché van Hank Jones, joh. Dat is hou je niet voor mogelijk. En toen begon daar al iets van, ja, dat komt toch ergens vandaan. Dat kun je niet, je kunt het niet pakken. Het komt hier vandaan. Bezieling, emoties. Daar draait het voor mij in de muziekwereld alles. Vind ik het belangrijkste wat er is. En bij jonge cats als Jan van Duyckere en Aaron voel je dat? Ja, nou, je doet goede vogels hoor. Ja. Nou, dat vind ik gewoon een eer om met die jongens te spelen. Dat houdt me jong. En het is een wisselwerking. Ik wil altijd weten, waar zitten ze? Hoe, de manier van improviseren, ook Karel, of wat en Aram ook. Ja. Allemaal. En kijk, als je dan veel met elkaar speelt, dan kleur je. Dan ga je namelijk, je gaat andere richtingen zoeken. Als ik het muzikaal naar mijn zin heb, gaat er bij mij een ander bewustzijn werken. En daar begrijp ik helemaal niks van. En dan laat ik het gaan. En dan zie ik het wel. De ene keer moet je natuurlijk werken, dat lukt niet altijd. Maar jij houdt er echt van wanneer er dingen gebeuren op podium, onverwachte momenten. Het gaat om de interactie.
Je moet met elkaar spelen. Dit, het draait hierom. Kleuren. Met elkaar. Dat vind ik het belangrijkste wat er is. En voor mij is het allerbelangrijkste is de blues. Alles begint met de blues en eindigt met de blues. Dat vind ik nog steeds... En hoe vind je dat in mensen, in de geluid, in de timing? Want... Dominant zingen, voor één keer dat swingen, dat draait namelijk alles om. Er wordt een beetje veel te lichtzinnig over gedacht, vind ik, hoor, af en toe. Maar hij moet je horen, ik heb die jonge jongens, ik zie graag andere mensen spelen, joh. Het gaat om het speelplezier. Dat komt van binnenuit. Maar het speelplezier, dan heb je de blues. Dus als jij bij iemand ontdekt dat er geen blues is... Nee. Ik moet die blauwe noten horen. Ja. Waar heb ik het altijd over? De blauwe noten? Ja, nee, tuurlijk. Dat vind ik het belangrijkste. Wat is een verhaal, joh. Ja. Zo ben ik opgegroeid, joh, thuis. Ik kan nog herinneren, een van de eerste plaatjes... Bud Powell met Sonny Stitt, 78 toerenplaatjes, op de markt gekocht. Ja. Zo is het namelijk allemaal begonnen. En ik ging natuurlijk veel met mijn vader mee. Want ik speelde in een nachtclub. En als hij pauze had, dan mocht ik met hem meespelen. Of ik ging met een paar muzikanten daar. Mocht ik daar naartoe komen, dan ging ik daar maar spelen. Het was in de Houtstraat. Nou, jij bent eigenlijk ook een bibliotheek zelf, hè? Want je hebt met ongelooflijk veel mensen op de hele wereld samengespeeld. Je vertelde nog even in de pauze hier Quincy Jones, dat je die tegenkwam. En de Sheherazade in Amsterdam. Nou, dat is voor jou wel een gouden plek geweest. Dat is niet te geloven met de Diamond 5, joh. Ja. Dat waren fantastische vogels. Nou, dan begon ik in... ik speelde eerst op Scheveningen in 1953. En toen kreeg ik de kans, Pierre Beck gaf mij de kans om met Mary Lou Williams te spelen. Zo, ja. Daar had ik nog nooit van gehoord, wist ik veel allemaal. Ja, alleen een snedrummetje, hi-hatje en een simmeltje. Ik kon er geen touw vastlopen. Ik deed wel wat. Maar hoe ging die voorbereiding dan? Want met dat soort grootheden... Kijk, weet je wat een van de belangrijkste dingen is? Je moet alle standards uit je hoofd kunnen spelen. Toestanden. Dan gaat het vanzelf. Ja. En wat belangrijk is, hoe klikt het met elkaar? Ja. Dat je op dezelfde golflengte zit. En want je was best wel jong toen je eigenlijk al door heel Europa aan het reizen was... met allerlei artiesten aan het spelen. Ik begon in 1953 en toen speelde ik met Marilyn Williams... en toen ging ik naar de Sheherazade... En dan speelde ik met George Johnson, Amerikaans saxofonist, en Vera Auer, Weense vibrafoniste. En een Hollandse pianist, Frans Vink, een hele goede pianist. Ken jij die nog herinneren? Nee, ik ken die niet. Nee. Ja, zo oud ben ik nog niet. En toen ging ik met Kid Dynamite naar Duitsland. Dan speelde ik van 9 tot hou maar op. Met tot Kid Dynamite? Ja. Hij is best weinig over bekend, Kid Dynamite. Ja, Surinaamse saxofonist. Ja. Hoe was dat met hem, met Kid Dynamite? Ja, gewoon was een soort vader voor me. En wij speelden... pauzes, dan speelde ik alleen met Kit, met z'n tweeën. Toen, dat was toen al in. En wat gingen jullie dan spelen als jullie met z'n tweeën... standards of zo. Ja, dat is fantastisch. En toen ben ik namelijk weer met een ander orkest gegaan. Heb ik geloof ik anderhalf jaar door heel Europa getrokken. En nog ik kan me nog herinneren, ik speelde in Wenen. En dan ging ik speelde tot 12 uur en dan ging ik elke dag naar clubs allemaal. Waar mensen zaten te spelen. Want, na afloop van de concerten nog even door in het nachtleven. Ja, gewoon het nachtleven. Ja. Want wij moesten voor officieren spelen. Amerikanen. En zo. En toen op een goede avond, weet je wie dat meedeed? De hele avond. Joe Zawinul. Dat was in 1953, 54. Wow. En die zei dat hij naar Amerika ging. Wow. John, nog even over Kid Dynamite. Want je zei, dat is een soort vaderfiguur voor je geweest. Waarin was dat dan een soort vaderfiguur? Als een soort muzikale vader? Hij hield me namelijk... Kijk, ik was de enige... Ik was wit. Ja, ik ben kleurenblind, hoor. En nou ja, daar zat ik bij. En toen hebben ze na 3 weken hebben ze toch maar een bassist erbij gehaald. Want ik zat daar alleen maar eentje. Weet je, zo die dingen te spelen. Toen hebben ze daar, want soms ging ik naar buiten, er scheen de zon al. Ja, nee, ik heb dingen meegemaakt, ik weet niet te geloven. Dan ging ik van 9 tot 4, dan nam ik de eerste trein. Dan ging ik weer naar dienst. Dan moest ik weer opkomen. Zulke soort dingen. Maar ja, toen is het begonnen met Kees Slinger met een trio in de Houtstraat. Nou ja, daar kwam natuurlijk ook. Toen was het orkest van Bud Schenk, Bob Cooper, John Christie. Die zaten op een avond ook daar. Te luisteren. Die vroeg of ze de volgende avond mee mogen spelen. Konden spelen. Nou, zo is het gegaan. Tony Scott ook. Die heb ik ook al meegemaakt. Nou ja, dan gingen we spelen. Er kwamen alle muzikanten kwamen binnen. Dan gingen we jammen en zo. Robbie Matna en Robbie Tichelaar. En noem ze allemaal maar op. Je hebt het landschap dan wel zien veranderen. Want er waren echt veel clubs in Nederland waar je jazz kon spelen. Ja, nee, joh, dat was fantastisch vroeger. Ja. Want die Sheherazade, en toen begonnen we met de Diamond 5. Toen speelden we in de Sheherazade vijf jaar geleden. Toen werden we failliet verklaard, moesten we alles verkopen. Ja. Ja, verschrikkelijk. Maar daar heb ik met fantastische mensen gespeeld allemaal. Want er was in 53, dat vergeet ik wel even kijken hoor, 53. Steen Kendall was in Amsterdam en mijn vader en mijn moeder die gingen naar de Sera, die gingen naar het concert, die gingen toen bij mij kijken.
hoe het was. En toen zei mijn vader, er zit een linkse drummer bij. Want links spelen kon niet, hè, vroeger. Precies. Stan Levy zat erbij. Oké. Okay. Fantastische drummer. Nou ja, en toen kwamen, s'avonds, na afloop kwamen die muzikanten. Toen speelde ik met, tot en nu zat er Mo Slavik neergezet. En ik heb 3-4 liedjes gespeeld met, ik geloof, Frank Rossellino. Oh ja, die trombonist. Lee Konitz, Shoot Sims en zo. Die zaten bij het orkest allemaal naar mij speelden. Dat zijn allemaal wereldsterren. En hoe deed je het dan met drums? Want als jij dan moet je invalt, door, dan zet je de hei aan de kant. Ja, precies, gewoon alleen dat ze even snel de andere kant op. En nou ja, toen is dat verder doorgegaan. En toen heb ik daar in de Zere Zadelijk verschrikkelijk veel Amerikanen ook gespeeld. Die kwamen ook s'nachts na het nachtconcert. Ik heb ook een week met Stan Getz gespeeld daar. Zo. Nou, dan voel ik het einde hoor, muzikaal gezien. En Sean, wat voor drumkit zien we eigenlijk? Want wij kijken er al de hele tijd naar aan. En ik ben onwijs nieuwsgierig, want hij ziet er waanzinnig uit. Hij klinkt ook waanzinnig. Maar is dit de drumkit die je altijd overal mee naartoe neemt? Ja. Nou, behalve naar het buitenland niet meer, want dan kunnen ze niet betalen, want dan moet het in het vliegtuig. Ik neem alleen mijn cymbals mee tegenwoordig. Want wat voor drumkit zien we? Wat heb dat is je een oude Sonor. Kijk, dat heb ik wel eens gezegd. Ja, joh, dat is veel te zwaar wat jullie er allemaal maken. Nou ja, ik wil iets zeggen, maar dat doe ik me liever niet. Dit is plastic. Dit. Okay. Kijk, dat is allemaal metaal. Ja. Maar die bokjes zijn plastic, want ik wou het licht hebben. Maar het is voor mij nog veel te zwaar. En je stok, ik zeg er net dat je een stok in je mond deed. Wat is dat? Ja, nee, kijk, weet je, af en toe zijn ze lek. Een stok? Een lek? Ja, tuurlijk, dan is het lek. Kijk, hier. Oei. Ja, ja. Ah, ja, ja. En dan heb je dit. Ik hou van maple, dat is natuurlijk. Ja. Dan kon ik hier niet op spelen, want het klonk te hard ten opzichte van de muziek. Aha. Dit is van Mel Lewis gekregen. Oh ja? Voor mijn verjaardag, ja. En we zagen je ook met een schuurpapiertje. He? We zagen je ook met een schuurpapiertje. Ja, weet je waarom? Want dit is glad. Kijk. Dat is glad. Als je hier... Dat is toch wel echt een moeilijke techniek, hè? Om dat onder de vingers te krijgen. Ja, nee, dan moet je gewoon veel doen. Maar ik heb verschrikkelijk veel met brushes gespeeld. Vond ik namelijk het einde. Want met die knuppels allemaal, ja, dat vind ik natuurlijk ook het einde. Maar af en toe is het gewoon is het te hard. Ja. Dat vind ik... Maar waar waren we gebleven? Diamond 5? Nou ja, toen ging ik met Theo Wendy vrijspelen in nieuwe richtingen. Dat wou ik gewoon. Dat vond ik gewoon ontzettend interessant met allerlei vogels. En zo ben je 50 jaar lang doorgegaan daarna. Gewoon tot nu, nog steeds. Ja, want ik speel nu, even kijken. Jij zei 50. Nee, hij speelt al langer dan 60 jaar, denk ik. Ik speel 68 jaar. 68 jaar. Ik begrijp er nog niks van. Ik heb nog 5 levens nodig. Nee, want er is geen einde in. Net als het universum. Ja. Als het hier afgelopen is voor mij, als ik dan maar de blue speel, dan vlieg ik naar boven. Ja. En dan kom ik al die vogels tegen. Want die droom ik heel vaak over mensen die er niet meer zijn waar ik mee gespeeld heb. Dat ik concerten mee speel s'nachts. Dat is ook s'morgens dood, moet wakker. Maar dat vind ik gewoon het mooiste wat er is, muziek. Dus zelfs in je slaap en dromen, ja, en dromen maak je nog gewoon muziek. En dan met de vogels hierboven. Ja, ja. Nou ja, kijk, en een van de mooiste dingen is natuurlijk... dat toen dat begon met die Amerikanen die hier naartoe kwamen. Terry Edwards, veel meegespeeld. Ja. Dus straks hadden we het over James Moody. Ja, James Moody. Vond ik fantastisch, joh. En ik heb heel vaak ook in Zürich gespeeld, in de jazzclub, een week. Als je dan een week speelt met iemand, dan ga je muzikaal elke dag iets dieper. Met Johnny Griffin. En hoe heet hij nou? Van Monk. Charlie Rouse. Heb ik een week mee gespeeld. Ja, ja, al die stukken, joh, fantastisch. Zo. En een van de mooiste dingen, dat is natuurlijk een paar jaar geleden gebeurd ook, dat ik met Benny Colson... Ja. Dus ging ik die stukken spelen die ik vroeger speelde met de Diamond 5. Ja. Van Benny Golson gaat natuurlijk ook al heel lang mee en is nog steeds actief. Fantastisch. Ook, en die speelt nog steeds verschrikkelijk goed. Ja. Maar jij ook, toch? Dat heeft, dat heeft allemaal niks. Het heeft allemaal namelijk niks met leeftijd te maken. Het is de geest. Dat geloof ik zeker, John. Als jou zo zie. Hoe je ook in de muziek zit en reageert op wat er gaande is. Jij hoeft niet aan een conditietraining te doen. Dit is al een conditietraining, of niet? Ja, want het is best wel fysiek. Wel qua drummen, zeg maar. Dus het is wel de geest. Ik denk er niet zo bij na. Ik ben ook niet zo'n studievogel. Ik hou van kleuren. Dat is het nou. Een van de mooiste dingen is natuurlijk wat er gebeurd is.
Ja, je moet me wat vragen, want ik weet... Chad Baker, die kwam... Ja, met Hein van der Gijn samen. Met Hein. In Japan. Maar ik was al eerder met Chad. Ja, met de Amstel Octet. Nee. Ja, oh, hebben, nou, maar dat is later gebeurd. Nee, is de het... eerste keer dat ik werd ik opgebeld. En toen... of ik met Chad wou... Je moet vanavond met Chad spelen. In het concertgebouw. Ja, dat is fantastisch. Dat was namelijk altijd een wensdroom voor me. Toen ik 18 was, want ik heb verschrikkelijk veel aan zijn platen geluisterd. En daar komt het vandaan, omdat ik dan helemaal... Ik hou van ballads. Ja. Die Haag stilstaan. Shirley Horn, Here's to Life, die ken je wel, hè? Ja. Ja, dat is... Een ballad die Haag stilstaat. Ja. Dat is een mooie uitdrukking, John. Want wat voel je daar de ruimte of de... Nou, dat weet ik niet. Dat stuk wat we straks gespeeld hebben, wat ze zingen. Ja, Here's to Life. Dat is stuk, ja. Als je dat... Die doe die. Zo, kleuren erom omheen. Je hebt nu het liedje in je hoofd en nu speel je. Anders vlieg ik eruit. Maar als jij je ogen dicht houdt, dan kan je dus al eigenlijk met een band spelen in je hoofd. Ja. Ik heb gewoon gespeeld met Chad en die vond het ontzettend goed. En die hebben ze mij gevraagd voor of ik een cd wou maken met hem. Ja, nou, is oké. En door die cd ben ik naar Japan gegaan. Ja, naar Japan. Heb ik heel toon. Ja, dat vond ik fantastisch. Een hele gaaf cd. Want hij heeft een paar andere... Nee, hij is de tweede keer pas gegaan. Oké. En er werden gewoon een paar nieuwe deuren geopend. Hoe bedoel je dat? Muzikaal gezien. Omdat je langer met hem speelde? Ja, met je langer dat je veel meer... Dat je, dus, je kan zo gaan zitten spelen, maar je kan ook van de andere kant binnenkomen. Andere golven. En daar is eigenlijk ook de hele verdere ontwikkeling gekomen. Voor jezelf bedoel je? Voor je... Gewoon muzikaal gezien ook. Ook. Die man is geniaal. Je muzikaliteit niet te geloven. Maar dan krijg je dus erg energie van iemand. Ja, ja, die dat, nee, dat is het. Ja. Maar dat lijkt me dan naast je bekken moeilijk. Omdat weer, als je dat niet kan vinden. Ja, maar daarom moet je. Ja, natuurlijk is dat moeilijk. Want je krijgt dit steeds. Ja. En daarom hou ik ervan met jonge vogels, zoals deze jongens. Gewoon, ja, dat kun je... Je hoeft niks te zeggen. Je zegt toch genoeg gewoon. Je probeert met elkaar te kleuren. De ene keer gaat het zo, de andere keer gaat het zo. Of het vliegt die kant uit, of die kant uit. Dat maakt niks uit. En ja. En nu we het over deze jongen hebben. Ik mag van Jan van Duyck de cd overhandigen. Die net is uitgekomen. Short Stories, waar je op meespeelt. Speel ik dat mee? Ja. Hier, Jan van Duyck. Oh, wat goed. Met de Metropoolorkest, met de Strijkers. Ja, nee, dat vond ik een grote eer. John Engels, Marcel Venlo. Het eerste exemplaar. Het eerste exemplaar, John. Godverdomme, deze dat vind ik fantastisch, joh. Dat vind ik... Oh. Dus, ja, dat is fantastisch. Ik denk dat wij er ook trots op zijn. Ik heb het heel koud van nu, hoor, dit. Maar wij zijn er ook trots dat je hier bent, man. En dat je de tijd neemt en... om je nog steeds te horen. Superfijn. Even over Chad Baker door te gaan. Dat kostte energie door elkaar, want we wisten nooit van tevoren wat we gingen spelen. Hij zette gewoon wat in. Ja, en dan moet de alertheid, je moet er gelijk, pats! Ja. Ik vergeet nooit van mijn leven, dat het was het laatste concert. Oh ja, nee, weet je wat er gebeurde? Op een van de concerten, toen zei ik tegen Chad, kan je doe me een favor? Can you play for me, she was the good for me. Dat is de titel ook van die plaat ken ik. She was the good to me, waar je dat speelt. En toen zei hij, why didn't you ask me before? Want hij wist het hele verhaal. Ah. Maar een van de laatste, het allerlaatste concert dat ik Chad gespeeld. Ik heb nog één keer in Japan, het laatste, weet je wat hij ineens inzette? Pap, pap, piep, piep, da, da, da. Hadden we nog nooit gespeeld. Nou ja, kijk, en dan komt de waarheid ervoor. Hoe los je dat op? Eromheen spelen. En als je nee, je moet proberen eromheen te spelen. En nou ja, dat ging gelukkig. Het mooiste. Maar hij gaf je vleugels eigenlijk. Hè? Je kreeg door het chat kreeg je vleugels. Ja, ja. Nee, hij liet me gaan. John Cohet. Weet je, zo. Hij hoorde gelijk aan mijn spel waar ik met stukken. Ik heb één band. The Never Be an Other One Like You heet dat. Daar zingt hij een chorus. Sorry, ik word emotioneel nu. Nou, mooi. Mooie herinnering, man. Te gek. 12
12 koorussen achter macht. 12 koorussen. Jezus. Ja, dat is zo nooit vertoond. Maar ik weet niet waar die band is. Die zit ligt ergens. Dus daar is gewoon een opname van. Die heb dus je de ergens opname? Ligt. Nee, ik heb niet de opname, maar daar is een opname dus van. Nee, maar nee, ik heb het. Ik mocht het opnemen. Weet je, het cassette, ken hij record something of zo? Met een cassette record. Als je John Cohet. Dat deed hij gewoon. Want, maar daar kun je niet meer zo mee gaan rommelen, want dan word je gelijk gepakt. Nee. Maar bijzonder wat je vertelt ook over de energie die je geeft, die zagen we net ook gewoon. Of die is er continu. Je hebt zoveel energie te geven en dat is zo waanzinnig inspirerend om te zien. En knap hoe je daar ook in die kleuren denkt. Ja, maar ik denk er niet meer na. Kijk, weet je, als je een liedje probeert. Kijk, ik zeg altijd, morgen kan het weer beter. Of zo, weet je wat. Het kan altijd beter. Maar je kan het niet zomaar oproepen dat het allemaal ineens gaat. Dat moet van nature gaan. Ja. Het heeft de wisselwerking. En ik heb jongens die ik ontzettend, daar speel ik mee. Die zeggen wel tegen John, ik begrijp er niks van. Ik ga ineens heel anders spelen als ik met jou speel. Ik zeg, is dat de bedoeling? Met elkaar? Ja. Wanneer spelen we? Ja. Hé. Hey. Ja. Godverdomme. Nee, joh. Ja. John, wij zijn ontzettend blij dat je hier te gast wilde zijn en dat je het interview wilde doen. Ja, sluit nog af met een mooie riddle dan. Wat zullen we? Noem eens Singers and Blues. Wat is het? Leuk. Vond het heel leuk. Maar wij moeten gauw een keer spelen. Ja, zeker. Oh, dan moet ik de hele boel inpakken, hè?